het is vandaag zondag en zondagen zijn echt heilig voor mij, want dat zijn de dagen dat ik meestal gewoon altijd niet moet werken. Dus ik plan alles op mijn zondag om eigenlijk te resetten en mijn week goed te beginnen. Dus ik neem jullie vandaag mee. Ik ga een beetje laten zien wat ik allemaal doe. Ik ga zondag elke ochtend naar de markt. Ik ga dan al mijn groentjes halen zonder verpakkingen. En ja, omdat ik natuurlijk plantaardig ben, eet ik mainly pakt 70% groentjes en al de rest. So I need a lot. Dan ga ik altijd naar de markt met mijn trolley. Ik ben ook snel eventjes naar de winkel geweest. En ik had nog een paar dingen nodig die je op de markt niet vindt. Zoals cola en bonen in blikjes en zo. En ik ben nu net aangekomen bij de paaldans. Want elke zondag neem ik een paaldansles. Ik probeer dat toch elke zondag te doen. En Pauline! 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 Hi! Ah! Get in! Dat is mijn huisje. Mijn en oud. Oké, okay, Sean, ik ben aan het vloggen. Wat ga je doen? Hey! Hey! Ik ben net bij een markt gereden aan het Maas en die verkochten homemade cold pressed oils. En ik heb pumpkin oil gekocht, pumpkin seed oil en camelina. En hij zei, je moet dat niet bakken, maar je moet dat rauw op dingen doen. En deze is heel goed voor de prostaat. Ik ken het ook niet. En deze is heel goed voor omega 3 en 6. Nagels. Ja, mooi hè? Ik was daarnet even onderbroken toen Pauline binnenkwam, maar ik was dus bij de paaldans. En hier zijn wat clips, want ik heb het niet super goed gedaan, dus ik heb ook niet heel veel gevlogd. Ik probeer 2 lessen per week te doen en deze was een iets moeilijkere les. Maar ik heb mijn best gedaan. Ik heb nu verse appelsap gevonden. Which is this one. En ook al is dat koud heel lekker, ik warmde mijn op met een beetje kaneel. So that's what we're doing, a fall drink. Ik heb de rest van de namiddag eigenlijk even gedoucht, de badkamer volledig gekuist en hier een beetje gerommeld, alles op orde gesteld en terug naar de winkel gegaan, want ik was verkeerd aangerekend voor iets. Maar niet dat dat allemaal gedaan is, is het ondertussen 4:50 en ik ga beginnen preppen, dat alles eigenlijk gewoon al klaar staat, dat ik het gewoon moet opwarmen als mijn guests arrive. Ik heb deze misschien niet gezegd, maar vanavond komen er 2 mensen eten en ik ga vegan tacos maken. Maar gewoon mijn eigen zelfverzonnen recept, niks speciaal. En I'll show you guys how. Ik ga beginnen met homemade vegan burgertjes te maken. Ik vind dat persoonlijk iets lekkerder dan zo de vleesvervangende. En daarvoor heb ik zwarte boontjes nodig. Deze zijn in chili saus, want ze hadden er gewoon niet. Maar ik ga die even afspoelen, want ik heb wel echt gewoon alleen de zwarte boontjes nodig. Beetje maïs, ajuintje, knoflook en dan bloem. En dat is het. Dan moet je eigenlijk gewoon allemaal mengen, allemaal pletten en dan burgertjes maken. But I'll show you how. I want to come back and I'm going to do whatever it takes and I'm not quitting. Hey, ik ben de burgers nog eventjes aan het afbakken in de oven. Deze kan ook in de pan, maar dan plakken ze iets harder. Dus ik doe altijd eerst deze en daarna strakjes als de gasten er zijn, doe ik ze in de pan. Ik wil het volledige recept gewoon even hieronder zetten, want ik heb net niet alles gefilmd, zag ik. En ben ook vergeten mijn ajuin erin te doen. But it still be good. Nu gaan we een guacamole maken. Ik ben begonnen aan de chili. Ik heb gewoon allemaal boontjes in, lekker tomatensaus, een beetje spicy, een beetje smoky. En dan ben ik nu zoete aardappeltjes aan het schillen en die ga ik even in de oven roosteren, dat is maar een extra topping. Heb ik op het einde al een pakketje besteld van Casidomi. Ik heb het aangekregen. Casidomi is een online webshop. En als je daar een abonnement op neemt, ik denk dat dat 80 euro per jaar is, dan krijg je alle producten aan een heel voordelige prijs. En dat verschilt echt soms van 6 euro naar 4 euro of van 15 euro naar 10 euro. Dat verschilt een beetje per product. Ze zijn heel sustainable. Ze verkopen heel veel in bulk, wat ik heel aangenaam vind. En ze hebben eigenlijk merendeel vegan producten. Ik heb
Ik denk me niet vergis, hè. Ik heb naast ieder organic flaxseeds gekocht. Dat ga ik ochtends altijd in mijn smoothie doen. Want ik maak ochtends altijd een bananen-spinazie smoothie. En dan kan ik dat erin doen, smakelijk. Dan heb ik ineens voedingsstoffen binnen. En deze zijn organic chia seeds. Die waren op. Ik koop altijd mijn maple syrup. Prijs, kwaliteit vind ik die heel aangenaam, want maple syrup kan nog wel iets snel duur worden en ik gebruik dat heel veel om te koken en om te bakken. En dat is van hun huismerk ook. Aha! Ik ben al heel lang op zoek naar zo'n goede Nutella vervanger. Ik heb er al heel veel getest, maar deze is een hazelnut spread van Casidomi zelf, van hun eigen merk. En dat was zo highly rated. Dus ik dacht, ik pak hem. Oh wow, she's super liquid! Ja, dat kan je heel moeilijk zien op camera. Oké, ik ben excited. Het ruikt wel heel goed. Dan heb ik onlangs een merk ontdekt. Mind Fuel. Dus als Mind... Zo, zo is geschreven. Mind Fuel. En ik had daar eens één zakje van gekocht. Deze. Een kokosnoot porridge. Ah, no. Focus. Een kokosnoot porridge. Dus daar meng je gewoon elke haver, sojamelk en je verwarmt dat. En dan heb je elke ontbijt. En het verschilt ervan hoe lekker dat was. Dat was echt... heel goed. En de portie was ook echt perfect voor mij. Dus ik heb er nog een paar gekocht van deze. Dan heb ik ook de original porridge, denk ik, dat ik heb genomen. Want je hebt er een paar met smaakjes in. Ik heb de golden turmeric drink. Dus dat is zo de golden milk. Daar moet je zelf melk aan toevoegen. Plantaardige. We hadden ook een cacao dessert. En dat zijn dus een chia pudding poeder. En dan moet je gewoon dus ook sojamelk of haver of hazelnoot wat je hebt erbij toevoegen. En dan heb je een puddingje. En ik weet dat ik deze vrij gemakkelijk zelf kan maken door gewoon chia seeds en een beetje cacao poeder. Maar deze kwam zo al. Ik vind het heel gemakkelijk. En dan, wat hadden ze nog? Ze hebben dus die theorie van ik geef je poeder in een zakje en je moet er een liquid aan toevoegen. En toevoegen hadden ze ook in soep. En ik maak altijd mijn eigen soepjes. Ik koop die ook nooit gewoon zo in de winkel. Maar, no. Mijn lampjes. Dit is dan een super soep. Deze is echt wel healthy als ik gewoon een snelle lunch nodig heb.